Kom in de Kas is de naam van de open dag voor de glastuinbouw, waaraan ook 12 bedrijven op Voorne en Putten hebben deelgenomen. Op 6 april brachten wij een bezoek aan 3 van deze complexen, die ook hun deuren hadden opengesteld. De deelnemende bedrijven waren al van ver te herkennen. Als eerste bezochten we een tuinbouwbedrijf aan de Ruigendijk in Tinte. Hier worden onder andere paprika's gekweekt. Eindeloze kassen met links en rechts verticaal groeiende paprikaplanten. Bij dit bedrijf was ook veel aandacht voor de bioteelt in het algemeen en gezonde voeding. Er is landelijk een toenemende belangstelling voor biologisch gekweekt voedsel. Het personeel was graag bereid om tekst en uitleg te geven over de bioteelt. De liefhebbers van gezonde producten konden bij de ingang nog een bakje met lekkere paprika's of tomaten meenemen. Wees nou eerlijk, wie kan de aanblik van deze heerlijkheden weerstaan? Als tweede gingen we langs bij een bloemenkwekerij aan de Bollaarsdijk in Oostvoorne. Hier wordt een bijzondere bloem gekweekt, de Strelitzia, in de volksmond ook wel paradijsvogelbloem genaamd. Ook hier was de belangstelling weer groot. De toch wel aparte naam van de bloem, Strelitzia, is opgedragen aan Charlotte van Mecklenburg Strelitz, de echtgenote van George III en de koning van Engeland. Overal waren medewerkers bereid om informatie over deze sierlijke plant te geven. Deze schitterende plant die oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, kan eigenlijk alleen maar groeien in een warm klimaat. Ondanks de koude omstandigheden in Nederland kunnen ze in kassen goed gekweekt worden. Als ze eenmaal bloeien, zien ze er sierlijk en indrukwekkend uit. Zoals eigenlijk bij elke tuinderij was de catering prima verzorgd. Ons laatste bezoek was aan een hortensia-kwekerij aan de Vogelenzangweg in Rokanje. De hortensia die wij vooral kennen als tuinplant is een van de meest gecultiveerde planten ter wereld. Deze heestersoort, die ook blad kan verliezen, kan als hij volgroeid is een hoogte bereiken variërend van 1 tot zelfs 3 meter. De hortensia's worden gekweekt in kleine groeibakjes. Later, als ze wat groter zijn, worden de plantjes overgezet. De bloemen zijn roze, paars, wit of blauw. Dit is afhankelijk van de zuurgraad van de grond. In zure gronden worden de bloemen meestal blauw. Zo hier en daar is toch voorzichtig al wat kleur te ontdekken. Het
komt allemaal goed, zullen we maar zeggen. Het zal toch wel een keer voorjaar worden.